Blijf zitten waar u zit. Doe dus nooit uw stoelriemen vast. Want we gaan zo dadelijk de klassieker beleven. Van Feyenoord wint in de beslissingswedstrijd. Dat vond ik echt wel, ook denk ik, het mooiste kampioenschap tegen Feyenoord. De hakbal. Ik denk dat voor veel mensen, als aan mij denken, de klassieker, dan komt dan dat doelpunt nog voorbij. Het is altijd mooi om dat soort wedstrijden te spelen. En ik ben heel trots om als Ajax zijn tegen Feyenoord te mogen spelen. Feyenoord tegen Ajax. Klassiek tijdstip, zondagmiddag 2:30. En sfeervol als altijd. Witsche, oh, Gerry Muren, maar dan in veelvoud in het kwadraat. Marco van Basten, het jonge spul, kan niet meer terug. Lasse Schöne in de eerste minuut. We zijn begonnen. Een eeuw lang spanning, strijd, rivaliteit. Amsterdam, Rotterdam. Emotie, de wedstrijd die leeft. Vreugde voor de een is verdriet voor de ander. En omgekeerd. Tegengoals en nederlagen komen harder aan dan anders. Veel harder. Zware nederlagen zijn keiharde wake-up calls. En soms de aanzet tot grootse prestaties in de maanden daarop. Al 197 keer gespeeld. Van eredivisie tot beker. Van supercup tot vriendschappelijk. En zelfs een keer Europees. De wedstrijd van het jaar. Het duel dat je moet winnen. Ten koste van alles. Niet zomaar een wedstrijd. Het is de klassieker. Al 100 jaar lang. 9 oktober 1921. 100 jaar geleden. Feyenoord, Ajax. Geen camera's nog. Voor het eerst. 10.000 toeschouwers en na 90 minuten staat het 3-2 voor Ajax. Dat valt ook een dag later te lezen in de krant. Nog niet bekend is dat door protest na afloop de uitslag wordt veranderd in 2-2. We schrijven 1927. Ajax treedt aan met Wim Andriessen en Eddy Hamel. Deze wedstrijd wordt met 2-0 verloren. Maar in het volgende decennium, de jaren 30, wordt Ajax niet minder dan 5 keer landskampioen. De grote man in de voorhoede is Piet van Reenen, met de schitterende bijnaam Goaltjes Piet. In 1932 scoort hij 3 goals uit tegen Feyenoord, tot vreugde van de meegereisde fans. Toonbeeld van ambitie bij de beide clubs zijn hun nieuwe stadions. Ajax bouwt de meer en kan ook uitwijken naar het pasgebouwde Olympisch Stadion. Feyenoord bouwt de Kuip. Stuk voor stuk voetbaltempels gemaakt voor de klassieker. De klassieker gaat altijd door, ook tijdens de oorlog. In de jaren 50 en 60 neemt de welvaart en ook de vrije tijd toe. Voetbal gaat een grotere rol spelen in het dagelijks leven. In 1959 is Feyenoord Ajax de eerste wedstrijd die te zien is in het nieuwe televisieprogramma Sport in Beeld. Het latere Studio Sport. Uitslag 0-5. Beide clubs bouwen aan een topteam. Mede door de onderlinge concurrentie neemt het niveau toe. Ajax en Feyenoord beginnen in de 60e jaren aan een indrukwekkende opmars. Eerst domineren ze de eredivisie. Vanaf 1969 staan beide aan de Europese top. In 1970 wint de club uit Rotterdam de Europacup en de Wereldbeker. De 3 jaar daarna is het Ajax dat zich de beste mag noemen. Successen waardoor de duels tussen Ajax en Feyenoord voor eeuwig bekend zullen staan als de klassieker. Een van de allermooiste klassiekers is de beslissingswedstrijd uit 1960. Ajax en Feyenoord staan aan het einde van de competitie gelijk in punten. Doelsaldo telt nog niet. Dus komt er een beslissingswedstrijd. En daar is... Sjaak Zwart. De snelle Ajax rechtsbuiten. Dan nog steeds Zwart. Dan gaat Zwart. Uitblinker naast Sjaak die dag is Wim Blijenberg.
normaal gesproken bankzitter. Met 3 goals heeft hij een groot aandeel in de 5-1 overwinning. Hij gaat helemaal alleen op het 5-0 doel af. En dan gaat het 5-0 doel. Dan ziet u nu het beeld wat Ajax zeer zeker verdiend heeft en waarop heel Amsterdam heeft gewacht. En dan de klassieker waarvoor je een telraam nodig hebt. Het is even wennen, Cruijff in het shirt van Feyenoord. De jeugd van Ajax steelt de show met voorop Marco van Basten en Jesper Olsen. Wim van Hanegem op de Feyenoordbank, op of sneller dan Cruijff. Olsen. Natuurlijk een strafschopgebied in. Goeie bal en het doelpunt. Wat een schitterende goal van die Jesper Olsen nadat het net niet lukte. Toen de kans zoveel royaler leek, lukt het wel uit deze moeilijke hoek. Deze hoekschop is het vervolg. Vanenburg. Nou, Van Basten stopt. Hij staat daar dus riant vrij. En maakt die bal op een knappe manier dood. Hophof. Aan de andere kant is Van Basten helemaal vrij. Ja, en nu? Dag Hiele. 6-2. Met Van Basten en Olsen. En Olsen nog een keertje op weg. Los van Van der Kooijput. Los van Hiele. Hij is de grote man. Van Basten. Alles winnen ze nu natuurlijk. Ja, ook zo'n goal nog. Ja hoor. 8-2, Marco van Basten. Het jonge spul kan niet meer terug. In 1995 zijn er 2 memorabele en 1 minder memorabele klassieker. In het gouden seizoen dat Ajax de Champions League wint, is er 1 prijs die niet in de wacht wordt gesleept. De KNVB-beker. In de kwartfinale in maart zet Mike Obiku met zijn golden goal Ajax de voet dwars. 2 maanden later aast Ajax op revanche. Op 18 mei 1995... 6 dagen voor de Champions League finale speelt Ajax in de Kuip. Weliswaar met een veredeld B-team, maar daar is op het veld niets van te merken. Ajax droogt Feyenoord af met 0-5. En een kans voor Kanu. Schitterend. Prachtig die beweging. Het is een prima beweging zoals Kanu daar in huis heeft. En daarmee zet hij Van Dijk helemaal weg, die doelverdediger van Feyenoord, in de eerste minuut naar rust. Dat is Boten. Daar gaat Kanu, en dat zijn de bewegingen van rechts naar links getikt. En dan even met rechts de punt nog even, en dan is het raak. De klassieker in oktober 1995 is een waar spektakel. In de 9 eerdere speelronden heeft Edwin van der Sar nog geen bal uit het net hoeven halen. En het is Zwijnenberg! Wat een sensationeel begin! Hij is niet langer maag, Edwin van der Sar. De Kuip explodeert. Larsson. Larsson. Oh! Liedmanen helemaal naast Kluivert is komen te spelen nu. Daar is Liedmanen. Daar is Bogarde op zijn verjaardag. En daar is 2-1. Het kan niet op. Kluivert. Moeilijke hoek. 2-2. Liedmanen op aangeven van Kluivert. Wat een krankzinnige wedstrijd. Davids. Kluivert. Kluivert. Overmars. Overmars. Oh, wat wordt daar Koeman uitgespeeld. En wat krijgt Liedmanen hier een kans? Of gaat hij hem geven aan de Boer? Het is 4-2. Het is weer Overmars. Terwijl het er naar uitzag dat Feyenoord Ajax weer onder druk had, is daar deze prachtige aanval van de Amsterdammers. Cruijff, geen buitenspel. En daar komt Keizer en die komt, het is het doelpunt. Een schitterende goal van Piet Keizer. De klassieker. Podium voor sterspeler. Zoals Cruijff en Keizer in de jaren 70. Ze nemen Ajax bij de hand en stijgen boven zichzelf uit. Bij Feyenoord treffen ze Willem van Hanegem, een tegenstander van absolute wereldklasse. De uitvallen van Ajax werden vrijwel steeds onderbroken. Vaak door de overal aanwezige van Hanegem.
In de jaren 80 maken Marco van Basten en Frank Rijkaard het verschil. Hier ligt de basis voor hun glorieuze carrières. Rijkaard, oh, wat een goal! Wat een schitterend doelpunt van Frank Rijkaard. Het lijkt alsof hij aan de leiband lag bij Nielsen, maar daar is hij dan ineens weer los. En nu maakt hij zelf het vierde doelpunt voor Ajax. Ook Dennis Bergkamp voelt zich tijdens de klassieker als een vis in het water. Bergkamp, het is 2-0 en het is Bergkamp weer. Zo groot is het krachtsverschil vandaag niet. Maar betere voetbal is al van Ajax. Dat ook voor de goal al een paar keer dreigend was. En hier 2-0 moet maken. Bergkamp, ja! Oh, zo heb ik het tot nu toe alleen door Mario zien doen. Pettersson en de Boer zetten Bergkamp door één keer raken vrij voor de keeper. Dan deze prachtige bewegingen. Dit is ballet. En dit is klasse. Klaas-Jan Huntelaar is een van de spelers die zichzelf in de dubbele cijfers schiet tijdens de klassieker. Huntelaar de enige voor het doel, maar dan gaat de bal wel naartoe en dan is het 2-0. Prachtige aanval hoor van Ajax. En weer het duo Perez-Huntelaar. Tweede paal komt Kluivert. Daar is de voorzitter, daar is het weer raak. Huntelaar scoort Ajax in no time op 2-0. Ruud Geels scoort 11 maal in de klassieker. 1 voor Feyenoord en 10 voor Ajax. Waarvan de helft in één wedstrijd. Muren. Met natuurlijk die iconische koppen. Geels, ja, schitterende kopstoot. Ruud Geels. Henk Groot maakt 12 goals. 2 voor Feyenoord en 10 voor Ajax. Jari Liebmanen, de fantastische Finn, scoorde, net als Henk Groot, 12 keer in de klassieker. Het is Liebmanen, eens te meer, die scoort. Kluivert, Liebmanen, die dat ook kan bekronen met een prachtig goaltje en een schitterende goal 3-0. Goaltjes Piet van Reenen staat maar liefst op 13. Maar de topscorer, dat kan er maar één zijn. De man die ook de meeste klassiekers ooit speelde. Mr. Ajax, Sjaak Zwart. Hij scoorde 19 keer. Wie gaat dat ooit inhalen? Ajax scoort al ruim 400 goals tegen Feyenoord. En daar zitten pareltjes tussen. Doelpunten om in te lijsten. Daar is de opening en daar scoort Ajax. Ronald de Boer. Tweede minuut van de wedstrijd. Ajax via Muren met een goede dieptepas op Witsche. En Witsche probeert het zelf en heeft onmiddellijk succes. Kluivert. Liebmanen. Daar komt Kluivert. Geen buitenspel. Kluivert. 2-0. Wat een schoonheid in de lange hoek. Pinkel. Pettersson. Mooi weggedraaid van de Wolf. Stefan Pettersson, een 10+. Goeie paas ook van Vinken. Dan die beweging van Pettersson. Prachtig, prachtig doelpunt ook. Bal nog steeds in het spel. Roy combineert Bergkamp. En een schot van Jong. En het is raak. Te kort. Olsen alleen tussen vier man. En hij komt eruit. Ondanks Wijnstekers met name. En het is een doelpunt, een schitterende goal van Jesper Olsen. Omdat hij uit dat groepje met Feyenoordspelers komt. Hier is het foutje begon met Balken. En dan gaat hij hier om Stafleu heen. En maakt zich los. Dan komt nog Wijnstekers met een alles of niets actie om te vloeren. Dat ontloopt hij ook. En dan kan ook Hielen er gewoon niet bij. Ajax en Feyenoord speelden niet alleen in competitieverband tegen elkaar. Ook kruisten ze de degens in de strijd om de Supercup. Een schitterend uitgespeelde goal voor Ajax met Kluivert. Die allereerste goal in Ajax 1 van de 18-jarige was een voorbode van veel moois. In 2005-2006 worden 4 klassiekers in 1 seizoen gespeeld. In de competitie verliest Ajax zowel thuis als uit. Maar in de play-offs voor een Champions League ticket wordt totale revanche gewonnen. Het is John Heitinga die het doet. En Ajax staat op 2-0.
In het Olympisch Stadion spelen Ajax en Feyenoord één keer in Europees verband tegen elkaar. In 1962 is de finale van de Intertoto Cup. Dankzij 3 goals van Henk Groot wint Ajax met 4-2. En zo wordt de eerste Europese beker veroverd. Van de 197 wedstrijden wordt er ook 7 maal vriendschappelijk gespeeld. Zoals tijdens het 50-jarig bestaan van Ajax. Dat was sportief gezien geen feest. Feyenoord won met 4-1. Maar meestal ging het om de punten en de prijzen. Zoals in de bekerfinale in 1980. Arnissen, dan misschien nu beter. En het doel. Ondanks de voorsprong ging deze finale met 3-1 verloren. Tja, prettige vakantie en tot ziens. 13 jaar later loopt het in de halve finale voor de beker heel anders. Mede dankzij Edgar Davids. Er zou nog een prachtig uitroepteken achter de wedstrijd gezet kunnen worden door Davids. Het is 5-0 door het derde doelpunt van Edgar Davids. In 2010 een speciale bekerfinale. De twee rivalen staan tegen elkaar. Doordat het publiek niet toegestaan is in de Kuip, wordt er besloten tot een dubbele ontmoeting. Eentje thuis en eentje uit. Daar is het 2-0 en het is weer de Jong. En dat levert meteen Suarez het balbezit op en het schot en meteen het doelpunt. Het is 1-0 voor Ajax. Het is zijn eerste echte prijs in Nederland. Luis Suarez met de KNVB-beker 2009-2010 gewonnen door Ajax. Hoeveel het werd in oktober 1997 en wie er scoorde, dat weet ik niet meer. Maar wel hoe vaker werd hooggehouden. Witsche, oh, Gerry Muren, maar dan in veelvoud in kwadraat. Gerry Muren in Bernabeu. Het hooghouden staat op het netvlies gegrift. En er is zelfs een prijs naar Richard Witsche vernoemd. Ik begon bij jou, Verlatsen. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 en net geen tiende. Ook in het nieuwe millennium is de wedstrijd de springplank voor aankomende sterren. Trabelsi gaat daar prima voorbij. Raza, Trabelsi, de goal. Ibrahimovic, 0-1. Het is Leonardo in eerste instantie die Trabelsi zomaar laat weglopen. En Ibrahimovic staat er koud in. En maakt zijn eerste belangrijke goal voor Ajax. Ibrahimovic. Staat er eigenlijk om de bal vast te houden en dan wat te kaatsen. Maar dat kan hier. Spel mag verder. Van de Vaart. Er komt Knoppen aanlopen. Van de Vaart. Het is 2-0. Wat een idioot doelpunt. Wat een gekluns bij Feyenoord achterin. Ajax met een man minder maakt 2-0. In de eigen arena is Ajax anno 2021 al 16 jaar ongeslagen. En ook in de Kuip worden de afgelopen jaren goede resultaten geboekt. En daar is ook het doelpunt voor Ajax via Klaas-Jan Huntelaar na een geweldige fout van Amrabat. 55 minuten onderweg. Jurgensen, Onana. Onana. En ook de rebound gaat er niet in. Ajax houdt de voorsprong in de Kuip. Onana, geen lekkere bal. Jurgensen kan ervan profiteren. Jurgensen nu helemaal, de licht glijdt weg. En hier komt de kans voor Toornstra. 1-1. Neres krijgt hem voor de goal. En daar is de voorsprong voor Ajax. Voor Kasper Dolberg. Daar gaat Dolberg. Dan kan het nog 1-4 worden ook. En dat gebeurt. De tweede van Dolberg. 1-4. Ajax loopt heel ruim weg. Van het ene Deense doelpunt naar het ander. De start van weer een reeks heerlijke Ajax-goals. Eriksen. Oh, hij zit erin. Wat een fantastisch doelpunt van hem, zeg. Alderwereld. Oh! Dolberg is er langs. Dolberg met de eerste kans voor Ajax. Ja, en dat zal hij al te zien. En dan blijft hij kalm, de Deen. Younes, aanval is goed. De beweging is vrij. Het schot is raak. Pina. Trabelsi. Geen buitenspel. Grigera en de gelijkmaker van
Grigera notabene de verdediger. Grigera staat absoluut geen buitenspel. En kegelt daar de gelijkmaker binnen in de lange hoek. Dit kans Bazour en hij vliegt erin. Wat een schitterende treffer. Parijsetli Bazour. Dan gaat het op deze wijze en die valt zomaar binnen. Hoe kan dat? Kun je je afvragen. Het staat 1-0, Ricardo van Rijn. En weer een vrije trap die Feyenoord nekt. Pantelic. Emmanuel Welsen. Emmanuel Welsen. Zorgt gewoon voor het opbergen van allerlei discussies. Want hij is er weer. Wat is dit de man van de laatste, in ieder geval 8 dagen. Want wat schiet hij ze er lekker in. Boom. Schöne probeert het ineens. En die zit er meteen in. Lasse Schöne in de eerste minuut. 10-10-10 klinkt in de arena. Wat een start. Alles heeft het in zich om niet alleen de klassieker, maar ook een klassieker te worden. En het begin is er. Van der Vaart voor de goal. Mitea sluit aan. Sneijder is er ook. Mankracht genoeg. Mitea. En de goal. Wat een wonderdoelpunt van Rafael van der Vaart. De voorzet van de Jong wordt weer teruggebracht voor het doel door Mitea en Sie van der Vaart. Het is instinct. Een eeuw boordevol emotie. Deze 100-jarige bruist van de energie, van de spanning, leeft zoals altijd. Bij de fans, spelers, speelsters en bij de jeugd. De volgende eeuw is begonnen. Op naar nieuwe strijd. Naar eeuwigdurende rivaliteit. Hopelijk weer met fans van beide partijen. Een wedstrijd als geen ander. De klassieker gaat nooit verloren.